Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is voornemens een agrarisch project in het dorp Gingestong uit te voeren. Kapitein Erwin Linga is ingenomen met dit plan. Hij zegt dat Gingestong daarmee een voorbeeld kan zijn voor omliggende woongemeenschappen. De lokale bevolking is hoopvol gestemd en we gaan ervoor, zegt de dignitaris. Ik ben ook kapitein van Gingestong en ik ben hier op Pimpe Party met een reis van de minister van LVV. Maar niet in de hoedanigheid van DC, maar als kapitein en lid van de VHP die de minister moeten begeleiden in het Bovensiname gebied. Omdat ik ook een Saramakan ben en ik heb kennis van het gebied en vandaar ben ik hier. Kunt u ons samenvattend vertellen wat deze missie inhoudt? In feite, we waren bezig met de LVV met een project op Gingestong om dan een tweeteel te doen. En we waren zover geweest dat de minister moet komen oriënteren. En gelijk was er ook een verjaardag van de Grandman des Saramakanes. Is 60 jaar geworden. En de minister zou ook naar daar moeten reizen om de felicitatie te doen namens de president aan de Grandman des Saramakanes. En in die hoedanigheid zijn we hier. En dat is de bedoeling van deze delegatie naar Bovensiname gebied. Kunt u ons wat meer vertellen over het agrarisch project Gingestong? Ja, dus het agrarische project, ik heb een aantal gesprekken gehad met de minister. En in feite zou Gingestong een voorbeeld moeten zijn van die andere gebieden, van die andere dorpen op de rivier. En hiermee willen de regering ook bewijzen dat wij als Saramakanes ook koeien kunnen kweken, schapen en keiten. En dat we ook naast die landbouw wat we doen, die Higro Alesi en wat we planten, dat we ook iets anders kunnen doen. Want als je bezig bent om koeien te kweken, dan ben je bezig ook geld te sparen. En dan spaar je ook financiële middelen. En dan kunnen we dat aanleren. En ze willen dan Gingestong gebruiken om verder met die andere dorpen verder te gaan. En waarmee is het ministerie ingekomen? Ja, het ministerie is bezig. Ze zijn ingekomen met machinerieën. Nu hebben ze daar een ploegmachine gebracht. Ja. En ook olifantgras, zodat we die kunnen planten. En met financiële middelen. Daar wordt het dorp ondersteund. Maar het blijft niet daarbij. Het gaat verder uitgebreid worden naar die andere dorpen. En er is ook afspraken lopende met de Grandman. Ook hoe zij dan het gebied van het landbouw gaan ontwikkelen in het Bovensiname gebied. En hoe was de ontvangst van de bevolking van Gingestong ten aanzien van het idee van het veeteelproject? Ja, het ontvang was wel goed, maar het kan wel beter. Omdat er zijn ook andere factoren die spelen. Want soms hebben we mensen overleden. Er was ook een overleden geval aan de overkant. Dus waardoor wij die ontvang niet zoals het moet, maar het is toch gebeurd.